Theo, goedemiddag. Goedemiddag. Ben je er klaar voor? Yes. De kubelwagen uit oktober 1944. 5 oktober gebouwd. 8 oktober 1944 uitgeleverd aan het Herenzooiambt in Kassel. Verder geschiedenis is nog onbekend. Alle boordapparatuur is allemaal origineel. Hij heeft 20 jaar gestaan in het museum in La Gleize en uiteindelijk via een medewerker heb ik hem kunnen kopen, een maandje geleden. De bak is niet gesynchroniseerd, dus je moet met schakelen dubbel klutsen. Wat houdt dat in, dat dubbel klutsen? Dit is niet goed. Dat moet net, hè. Dus je ontkoppelt met terugschakelen, ontkoppel je, geef je tussengas en dan breng je de bak op toeren en dan kan je fatsoenlijk terugschakelen zonder dat je je tanden gaat poetsen, zeg maar. Opschakelen kan gewoon als volgt. Koppelen, koppeling vrij, koppeling los, koppeling intrappen en dan door. Dan schakel je fatsoenlijk op. En terugschakelen is vice versa, maar dan met wat tussengas erbij. Degelijk gemaakt, maar heel grof. Hey, en je medepassagiers, begrijpen die het een beetje allemaal? De medeweggebruikers? Of? Ja, dat bedoel ik. Je moet wel wat begrip hebben, inderdaad, want de richting aangeven aan de voorkant. Voorzitter, geen richtingaanwijzers. Daar heb ik een vrijstelling voor alle richtingaanwijzers eigenlijk. Achter zitten ze wel op. In 1944. Zaten er eigenlijk helemaal geen richtingaanwijzers nergens meer op. Dan had je alleen achter oorlogsverlichting en voor gewoon je koplampen. En alleen voor de eigen veiligheid heb ik achter wel de originele vroege achterlichten erop zitten. Want ja, je moet wel iets van verlichting hebben, anders dan reizen in de prak. Ja. Dat kan een duur grapje worden. Dan moet ik een rondje rijden. Op die manier. Maak ik nog even een mooie shot van je auto. Yes. Het is toch een mooi stukje geschiedenis. Zeker. Hij is compleet. Jerry kent erbij, verbandtrommel, alle andere fratsen. Echt veilig is, contactslot niet. Niet laten staan trouwens. Ah, super. Ja, dat scheelt echt ook met rijden. Dat is een wereld van verschil. Kan je trots op zijn? Zeker.